Van 3-1, 17-15, 15-13, 11-15 en 15-3. Zo, dames en heren, en dan zijn we nu klaar voor de finale van het toernooi van de Witte Molen in Sint-Niklaas. De gedroomde finale, mogen we zeggen, tussen Fréjus. U ziet daar de opstelling van de Franse landskampioen die eerder dit jaar Rousselaar al uit de Europese beker heeft gewipt. Met Hoek, Atia, Mazon, Josserin, Gapet, Agostini. En op het tweede blad moet u eens even opletten op het nummer 12, want dat is de spelverdeler van de Fransen. Dat is Alain Fabiani. Daar komt zijn naam erop. Dat is de man die draaischijf is van de nationale ploeg en van Fréjus. En ook het nummer 9, Gretton, een Canadees, in het oog te houden. Tegenstander is CSKA Moskou. Zowat het sterkste clubteam van de wereld, wordt gezegd. Hier heeft u de opstelling. Allemaal Russen. En 7 van deze figuren maakte deel uit van het team dat deelnam aan de Olympische Spelen van vorig jaar. Mag ik nog net op de valreep zeggen, in 1988, dus in Seoul. Die Fomin, dat is een ontdekking, een nieuwe opkomer. En het nummer 10, Sorokolet, dat is de man die vorig jaar is uitgeroepen tot de beste speler van de Sovjet-Unie. En met het nummer 14, Lozev, dat is de spelverdeler. Die kent u waarschijnlijk nog wel van toen de Sovjet-Unie in Gent, 2 jaar geleden in 87, Europees kampioen werd. Dit is Werner Kallebout, de Belgische scheidsrechter, die deze finale leidt. De stand is op dit ogenblik 12-12 in de eerste set. De Sovjet-Russen serveren. 13-12 voor de Sovjet-Russen. Met Dimitri Fomin aan de service. Een belofte, 20 nog maar. En 1,98 meter. Hij kan nog flink groeien. 12-13. En Gapet, de man met het nummer 5 hier. Herhaling. Hij serveert zelf. Kuznetsov, slechte receptie. Antonov redt dat. Min of meer natuurlijk. Fabiani. En Glenn Hope, de kale Canadees van Fréjus. Fréjus dat het verrassend goed doet in deze eerste set. Algemeen werd aangenomen dat Fréjus met 3-0 zou verliezen tegen CSKA Moskou. Sterkste clubteam ter wereld, wordt gezegd. Ik zei het al. Een beetje vreemd is dan dat Moskou uitgerekend tegen Fréjus uit Europa Cup 1 is gespeeld dit jaar. Hoe komt dat wel? De Sovjet-Russen hadden net deelgenomen aan de World Cup in Tokio. Hadden meer in het vliegtuig gezeten dan wat anders toen ze tegen Fréjus speelden. Bovendien hebben de Sovjet-Russen tegenwoordig een Italiaanse sponsor. En die verplicht CSKA Moskou om zijn Europese wedstrijden in het West-Europese land te spelen waar ze tegen worden uitgeloot. Dus die hebben de 2 wedstrijden tegen Fréjus in Frankrijk gespeeld na die vermoeiende vliegtuigreizen vanuit Tokio. En bovendien was Lozev, de spelverdeler, er niet bij. En Lozev, dat is een hele belangrijke pion. Diens vader was toen overleden, vandaar zijn afwezigheid. Dit is de stand ondertussen. Moskou leidt met 14-13. Maar Fréjus was aan service. De herhaling. Setpunt nu voor de Sovjet-Russen. Fabiani, ja, verrassend, maar hij moest ook wel. Receptie kwam nogal ver, weg het setpunt. Goed blok. 14-14, de Fransen aan service. Glenn Hoek. Lozev, en daar komt Kuznetsov. Opslagwissel. Igor Runov nu aan de beurt. Glenn Hoek, de man van wie het zal moeten komen bij Fréjus. In het blok en uit. Blijft 14-14, maar de service nu weer voor de Fransen, voor Fabiani. Van achter de 3 meter, vandaar dat u hem niet zag. Wel het gevolg, bal in het blok. En uit.
We zitten ondertussen al een puntje verder en opnieuw een servicewissel. Het blijft 14-14. Lozev, de spelverdeler, wiens vader dus overleden is enige tijd geleden, aan service. Mazon, Fabiani. En Mazon. Hier heeft u hem, Hervé Mazon. 14-14. Goeie gesprongen service. Lozev. Dimitri Fomin, die belofte. 20 en 1,98 meter. En een geweldige detente, u zag het. Dat was een gapet. Wel, het geweld barst los in het slot van deze gelijkopgaande eerste set.